De Internationale Dag van de Geestelijke Gezondheid wordt vandaag 10 oktober herdacht. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de promotie van geestelijke gezondheid. Ook heeft het als doel het aanmoedigen van mensen om hulp te zoeken bij het ervaren van geestelijke problemen en het stimuleren van alle relevante actoren om actie te ondernemen om de geestelijke gezondheidszorg, GGZ, te bevorderen. Het thema voor dit jaar is suïcidepreventie. Samenwerken om suïcide te voorkomen. Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, is als één der uitvoerders van het algemeen gezondheidsbeleid bewust van haar rol in het GGZ-gebeuren. Eveneens onderkent het PCS het belang van samenwerken en betrokkenheid van meerdere actoren voor de promotie van geestelijke gezondheid en preventie van geestelijke problemen. Daarom belicht het PCS het suïcidevraagstuk als een belangrijk geestelijk gezondheidsaspect. In een persbericht zegt het ministerie van Volksgezondheid dat het PCS dit belang verder heeft benadrukt met de organisatie van het Suïcidepreventiecongres, welke op 7 oktober 2010 in de ballroom van Torarica is gehouden. De bedoeling van dit congres was te geraken tot een werkplan 2020-2024 voor de effectieve aanpak van het suïcidevraagstuk in Suriname. PCS wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle internationale dag van de geestelijke gezondheid toe. Als enige psychiatrische instelling in Suriname zal het PCS zich blijven inzetten om haar dienstverlening toegankelijker te maken voor iedere burger.